Goedenavond, dit is het IMC Weekendschoolnieuws van vandaag. Leuk dat je weer kijkt. Ik heet Cleo. Mijn naam is Rochantely. Dit is een bijzondere uitzending, want het gaat over de Toiren. De Toiren is een kleine optocht door het UMCG. Sinterklaas komt op zijn motor door het ziekenhuis om zieke kinderen op te vrolijken. Laten we een kijkje nemen bij de voorbereidingen. Voor wie zijn de cadeautjes? De cadeautjes zijn voor de kinderen hier in het ziekenhuis. Maar dan niet voor de kinderen persoonlijk, maar voor de speelkamers. Afdelingen. Waarom liggen jullie de cadeautjes hier neer? Nou, straks komt Sinterklaas. En die kon ze niet in de zijspan allemaal meenemen, omdat het er heel erg veel zijn. Dus hebben wij ze alvast neergezet. Mag ik ook in het ziekenhuis op de schoen zetten? Ik denk het trouwens wel, maar weet je, ik ben degene die het decor maakt hier voor de televisieuitzending. En de andere mensen die hier werken, de hele pedagogische medewerkers, die zorgen ervoor dat de kindjes op de afdeling zitten. Krijgen ze ook pepernoten? Ja, dat denk ik wel, want ik weet van de voorgaande jaren dat Pieten altijd hele grote zakken van de pepernoten meehalen. En ik heb toevallig al een doos gezien waar het een en ander in zat. Dus ik denk het wel. We zijn nu in het UMCG en we zijn in het Beatrix Kindertheater. Dat is bij de kinderafdeling. En hier hebben we altijd uitzendingen. Waarom komt Sinterklaas hier? Sinterklaas die komt hier speciaal voor alle kinderen die hier in het ziekenhuis liggen. Komen er ook nog motoren? Ja, Sint komt zelf op de motor straks. En dan komen ook allemaal andere motoren. Echt van die hele snelle, maar ook van die hele oude. En ik denk dat er ook nog wat Pieten mee komen. De motorclub heeft ook geholpen met het geld inzamelen. En met dat geld heeft Sinterklaas cadeautjes kunnen halen voor alle speelkamers. Dus die motoren gaan dan mee en dat vinden de kinderen natuurlijk heel leuk om te zien waar de ouders aan gaan. Waarom werd ik voor? Ik denk dat dat is omdat Sint allemaal cadeautjes meeneemt. En Run dat zou te maken hebben dat al die motoren mee gaan rijden. En ze beginnen al helemaal in de provincie. Dan gaan ze verzamelen, rijden ze de hele provincie door. Gaan ze langs de vismarkt en dan komen ze hier. En straks na het UMCG gaan ze ook nog naar het Martini ziekenhuis. Dus het is een hele route door de stad. Zou jij doen? Stel dat ik Sinterklaas zou zijn, of ik het dat leuk vind? Ik denk het wel. Sinterklaas is toch de grootste kinderfeet. En dan heb je kinderen en ook nog die in het ziekenhuis liggen. Dus dit zou geweldig moeten zijn. Sinterklaas is aangekomen bij zijn eerste plek, de vismarkt. Onze verslaggevers zijn ter plaatse en laten zien wat er gebeurt. Ik sta hier op de vismarkt. Er is nu nog niemand, maar straks achter mij komen er allemaal nog motors aan. Hoe vindt u het leuk om de motors? Ja, zeker weten. Ja. Vanaf hoe oud was het toen er mee begon? 14. Vandaag. Een beetje motorfahren, gezellig. Hier achter mij staan allemaal motors en sommige kinderen mogen er ook nog voor. Ik ga nu vragen wat ze ervan vinden. Vinden jullie ervan? Leuk, want we kunnen niet alles uit op zo'n motor zitten. Ja. En het kost ook hartstikke duur. Ja. Het begint hier behoorlijk druk te worden. Er komen achter mij al allemaal. Achter. Er komen allemaal motors. Geet je aan het steken? Het is nu behoorlijk lawaai.
de Toyrun wordt opnames gemaakt voor UMCG TV voor alle zieke kinderen. Onze reporters kregen een kijkje achter de schermen in de montagekamer. Nou, ik zie het wel als hij komt, want we moeten ook nog even witten. Hè? Dus we zijn nog wel even bezig. Hallo, ik ben Cleo van IMC Weekendschool. En we zijn nu in de regiekamer. We gaan Loes een paar vragen stellen. Waarom maakt u een tv-programma voor kinderen in het ziekenhuis? Nou, wij vinden het heel belangrijk dat kinderen hier een beetje ontspannen kunnen. Dat ze een beetje kunnen lachen, dat ze niet alleen maar denken van oh, ben ik toch ziek. En dat ze dan ook aan het ziekenhuis een beetje een positief gevoel overhouden. Gewoon door een beetje leuk televisie te kijken of zelf mee te doen, dat kan. Mijn functie is regisseur. En dat klinkt een beetje ingewikkeld misschien, maar dat betekent gewoon dat je de baas bent over de 3 camera's. Die alles live uitzenden in het ziekenhuis. Dus ik zeg dan bijvoorbeeld, camera 1, maak jij maar eens een mooi plaatje van Sinterklaas hoofd. Weet je wel, zo werkt dat dan. Want Sinterklaas komt met heel veel pieten. En ze komen niet zomaar met het paard of met de auto, nee, ze komen op een motor. En al die motorjongens, die hebben cadeautjes ingezameld voor het ziekenhuis. En dan niet voor elk kind speciaal, maar voor de speelkamers in het ziekenhuis. En dus iedereen mag dan daarmee spelen en dat komen ze aanbieden. Dus het was een hele gezellige dag. Het lange wachten wordt beloond. Sinterklaas is aangekomen in het UMCG. We kijken nu live de intocht van Sinterklaas mee. Waarom staat hij hier? Dat er straks allemaal motoren komen met Sinterklaas erbij. Wat vindt u het leukste? Nou, de motoren wel, maar ook Sinterklaas wel. Wat vindt u zo leuk aan deze? Ik vind het leuk omdat het zo leuk is voor de kinderen. En ja, Sinterklaas vinden we natuurlijk ook heel erg leuk om een keer op de motor te zitten in plaats van op het paard. En het geluid vind ik altijd heel leuk. Er zijn klimpieten ontdekt. Ze klimmen het hele ziekenhuis door. Het is gelukt om er een filmpje van te maken. Daarboven zien we al pieten, dus waarschijnlijk gaat het zo gebeuren. In het begin is het wel een beetje eng hoor, want je moet wel over de reling heen en dat is wel spannend. Maar als je eenmaal hangt, dan is het wat minder eng. Maar het blijft spannend. Oké, en heb je er zelf voor gekozen of je het ging doen of heeft Sinterklaas tegen jou gezegd dat je gewoon moest gaan? Ik ben wel als Piet, heb ik geleerd voor afzijde op de Pieterschool. Dus, ik heb er wel zelf voor gekozen. Okay. Maar elke keer doet wel waar hij het doet, het beste. Oké. Onze razende reporters zijn op het balkon gaan staan om te kijken wat er allemaal met UMCG gebeurt. Kijk maar mee naar deze speciale beelden van bovenaf. Vandaag komt Sinterklaas in het UMCG. Wij gaan zo meteen filmen hoe hij daar op zijn troon moet zitten. En nu hoor je gewoon de muziek. Nou, dat was het. En nu gaan we afwachten tot Sinterklaas komt.
Leuk dat je kijkt naar IMC Weekend School Nieuws. Fijne avond en tot de volgende keer. Dag. Hingen. En nu is het dan eindelijk zover om te horen wie de gewonnen heeft. De jury is langs geweest en die hebben er heel lang over gedaan om een goede keuze te maken. Maar dat is uiteindelijk gelukt. De jury is ook aanwezig, dus die gaan we ook direct eventjes voorstellen. Een hele pak kranten hier binnen gedaan. En toen zilverpapier omheen. En toen een deuk erop gemaakt. Want het is ook de appel toch, of niet? De appel van de? Oh yes. Ik vind hem super mooi. Gefeliciteerd! Even. Een orka in het Zilvermeer, daar moet je me wat van vertellen. Ik heb nog nooit een orka in het echt gezien, maar ik vond het wel leuk om dat te doen. Ik vind het een hartstikke leuk idee. En wie weet, als we aan het zwemmen zijn straks in het Zilvermeer in de zomer, komen we nog een orka tegen. Applaus voor Amber. Kleine babyzusje, want dat is juist zo heel erg mooi. Je hebt je eigen kleine zusje geknutseld. Hartstikke mooi. Het ziet er hartstikke mooi uit. Gefeliciteerd. En het lijkt me ook heel moeilijk om te kiezen, want er is maar één originaliteitsprijs. Dus echt een hele bijzondere prijs. En deze bijzondere prijs is gewonnen door Lotte van den Donker. Hoi Lotte, nou gefeliciteerd. De originaliteitsprijs. Vertel eens even, wat heb je gemaakt? Laat het me even zien nog. Wat heb je gemaakt? Ik heb een paard omdat ik dat heel leuk vind. Omdat het van die is niet. Zit je zelf op paardrijden? Ja. En de jury vond het leuk namelijk omdat jouw werkstuk eigenlijk het enige werkstuk was wat in zwart-wit gemaakt is. En er zit ook nog zo'n prachtige lijst omheen. En al met al het aller origineelste van allemaal. Lotte, gefeliciteerd!
staan nu bij de Doefmat. We zitten bij de Doefmat en hier voor me zijn twee meisjes die een prijs gewonnen hebben met de Karel Appelwedstrijd. Wat is dat precies? Hoe heet jij trouwens? Hoe heet je? Lotte. En hoe oud ben je? 7. 7 jaar. En wat heb je precies gemaakt? Vertel eens. Nou, ik heb een paard gemaakt. Omdat ik dat ik vind dat hele mooie dieren. En ik vind ze gewoon heel lief. En ik zit er in mezelf ook paardrijles. Ja, als ik zo kijk, dan zie ik eigenlijk wel direct dat het een paard is. Nee. Ja, is het een bekend paard van je? Nee. Heb je het overgetekend? Nee. Ook niet? Zomaar uit je eigen hoofd? Heb je het paard getekend? Ja, ik had een. Ik kijk meestal op mijn moeders iPad filmpjes. En dan soms typ ik dan in paarden tekenen. En dan zie je zo'n gewoon filmpje. En dan kan ik het al gelijk naar me tekenen. Oh, wat knap van je. En hoe vind je het nou? Wat heb je, eerste prijs of de tweede? Of wat, De eerste. Hoe vind je dat? Dat je eerste prijs hebt gewonnen? Heel leuk, omdat ik altijd wel mee heb gedaan, maar nooit een prijs heb gewonnen. En nu de eerste keer dat ik een prijs heb gewonnen, dus vind ik wel leuk. Nou, hartelijk gefeliciteerd hoor. Heb je al een plaatsje bedacht? Nee. Nee? En ook het paard? Ook nog niet? Maar voor het paard en ook in het huis heb ik wel. Je weet al waar je het op gaat hangen? Ja. Waar dan? Tegen de muur aan. Hoe heet jij? Jada. Hoe oud ben je? 7. En ik zie daar iets heel mooi blauws. Wat een mooie kleur zeg. Wat is het precies? Ik heb een zwembad gemaakt met mijn stiefpapa, ik, mama en Zoe. Oh ja. Mijn zusje. Ja. Hebben jullie een eigen zwembad? Nee. Nee. We waren bij Kardingen. Oh, ben je op de golfbad? Ja, maar Zoe vond het niet daar zo leuk. Dus ging ze in het bubbelbad. Dat vond ze wel weer leuk. Jouw zusje? Ja. Oké. Okay. En welke prijs heb je nou gewonnen? Eerste. Nou, hartelijk gefeliciteerd. En ik ga jou dezelfde vraag stellen. Waar ga je het hangen? Waar komt het te hangen? Ik weet het eigenlijk nog niet. Maar, nog één ding. Jij was dus op het idee gekomen doordat je die karting hebt gezwommen. Ja, ik vond het heel leuk omdat we de eerste keer met mijn zusje ging zwemmen. Jouw zusje ging zwemmen voor de eerste keer? Ja, maar niet zo goed. Nee? En ze ging ook niet zo veel. Het is schattig. Ja. Ja, nou, daar heb je een hele leuke herinnering aan. Dat zal je zusje ook wel leuk vinden. Hè, als ze het ziet. Waar is je? En ik heb bandjes gemaakt. Oh, ja. En dat had ze ook om. Oh, wat leuk. Dat is voor de veiligheid, hè? Oké, okay, nou. Dat ze zinkt. Ik zou zeggen, jongens, meisjes, van harte gefeliciteerd nog een keer en ik hoop dat jullie echt een hele mooie dag hebben. En geniet vooral van alle kunstwerken die nog komen mogen. Dus geniet van jullie werkstukken en heb een hele fijne dag. Ja? Doei! Zwaai maar! Doei! Goed zo! Tot de volgende keer!